Emira, Emira Tari, Emira, Emira, Emira Tari, Emira, Emira. Go for the vessels, a crook in your town. Up a cut left, right, low kick, down. Up a cut left, right, low kick, down. Up a cut left, right, low kick. Hoi allemaal, welkom bij mijn eerste vlog. Ik ben vandaag bij Dennis en Yosra en ik ga je vandaag een interview opnemen met Tarek Abouhous. Hij heeft eerst een wedstrijd tegen Richters gevochten en daarna heeft hij tegen Rico Vroevo gevochten en daar had hij helaas verloren. En ik ga dus vandaag kijken hoe de wedstrijd is verlopen en ik ga vandaag met hem een interview opnemen. Let's go! Dames en heren, ik heb hier een gast bij me en die gaat zichzelf voorstellen. Hallo allemaal, ik ben Tarek Webbes, 28 jaar. Ik heb laatst mijn Glory debuut gemaakt bij Glory. En ik ben de gast bij onze champ. Ja. Hoe vond je je wedstrijd gaan? Mijn wedstrijd, ja, ik heb niet echt goede voorbereiding gehad met mijn opleiding. Maar in principe ging het wel goed tegen Levi. En na Levi ging het heel moeizaam. En toen moest ik tegen Rico. Ik was eigenlijk al half gebakken. En tegen Rico was het, ja. Eerste ronde ging best wel goed. Einde eerste ronde liep ik op mijn blessure. Vond je het heel erg zwaar? Ik vond die wedstrijd heel zwaar. Tegen Levi dan in ieder geval. Rico, ja. Ik heb niet echt kunnen testen of het zwaar was of niet. Want meestal eerste ronde ga je elkaar even aftasten. En hoe ben je begonnen met kickboksen? Hoe ik ben begonnen met kickboksen? Ja, dat is op jonge leeftijd. Mijn zus zat op een vechtsport. Die sloeg me altijd. Dus ik was heel jong, 3 jaar oud of zo. Dus ja, ze was heel sterk en ik moest haar een keertje gewoon terugpakken. Ik denk, hoe ga ik dat doen? Ben ik ook mijn vechtsport ingegaan om haar terug te slaan. En waarom wil je haar terugslaan? Ja, ik was een kind, ik was 5-6 jaar oud. Nou, elke keer als ik wat verkeerd deed, ging ze me slaan, ze was sterker dan mij. Hoe was je voorbereiding gegaan? Ja, mijn voorbereiding was heel moeizaam. We hadden eerst een tegenstander, Plazibat. En die had 3 weken voor mijn wedstrijd had hij afgezegd. En ik ben bezig natuurlijk met mijn opleiding. Sinds begin januari ben ik bezig met mijn opleiding brandweer. En ja, je maakt 36 tot 40 uur. Per week en daarna moet je ook nog eens in de ochtend gaan trainen en de avond, dus weinig rust. Dus de voorbereiding was heel moeizaam, maar ondanks alles hebben we toch goed kunnen presteren. Ja, en waarom kies je eigenlijk precies kickboksen en niet bijvoorbeeld voetbal of judo of iets anders? Ik zat vroeger op voetbal, ik deed voetbal en kickboksen. Ja. En op een gegeven moment dacht ik aan mezelf, ja, voetbal, je bent een van de miljoen die gescout moet worden. In kickboksen heb je toch in je eigen handen. Als je gewoon goed presteert, kan niemand meer om je heen. Dus dat was eigenlijk de keuze en ik dacht, ja, laten we lekker veel geld verdienen. En wil je nog een keer tegen Rico vechten of niet? Ja, 100%. We hebben ook, in ieder geval, ik kwam naar me toe in de ring. We gaan het gewoon nog een keer doen, dus dat gaan we zeker doen. En hebben jullie na de wedstrijd ook met elkaar besproken? Ja, niet echt. Hij kwam wel naar me toe van respect. Hij gaf me respect en dat ik echt goed heb gevochten. En dat we het gewoon nog een keer gaan doen, dat was het eigenlijk meer. En toen gingen we douchen en toen kwamen we elkaar tegen bij de media en zo. Voor de rest, ja, niet echt gepraat. En heb je ook kinderen? Ja, ik heb 2 kinderen. Eentje van bijna 3, eentje 1,5. Dus ja, 2 terrors, 2 jongens. Oh, jongen. Ja, 2 jongens. Niet in elkaar slaan, hè? Nee, voor welk land kom je uit? Ik kom uit van Marokko. En welke stad in Marokko? Rabat. Daar ben ik ook geboren. Wil je dat je kinderen ook een sport gaan doen? Ja, aan sporten wel, maar aan vechten, ja. Ik weet niet, ik vind het moeilijk. Want ik weet wat ik zelf meemaak. In de wedstrijden, de voorbereiding naartoe, de stress, de spanning. Ik weet niet, op een gegeven moment kan je niet tegenhouden. Want ja, als ze het leuk vinden, dan vinden ze het leuk. Maar ik heb liever dat ze lekker gaan voetballen of iets anders gaan doen. Nee. Of ja, wel zelf verdediging, maar niet echt wedstrijden. Maar hoe ik het zeg, je kan het niet tegenhouden als ze dat uiteindelijk willen doen, ja. Maar ik hoop het stiekem niet. Ja, maar we zijn toch nu nog jong. Ja, als ze bijvoorbeeld 10 of 11 is, kunnen ze nog wel
ja, op kickbox gaan als ze dat leuk vinden. Maar net als jouw leeftijd, dat begrijp ik wel. Want als hun bijvoorbeeld tegen iemand zwaar is gaan vechten, net als gewoon net als hun klasse, dan is het toch wel eng, want jij hebt het toch ook ervaren. Ja, precies. En nu ook hoor, als ik soms zit ik in de kleedkamer, denk ik, waar ben ik aan begonnen? Waarom ben ik niet gaan voetballen of zo? Gewoon die spanning maakt je gewoon echt kapot. En dat is mentaal, gewoon mentaal is dat heel heftig. En dan gun je gewoon je kinderen niet. Laat lekker, als je lekker kunnen voetballen of zo, koop het. Kijk, die kleine pak nu al handschoenen, die traint af en toe met mij op sportschool. Dus die snapt het wel, die jongens, de oudste dan. Dan is, elke keer pakt hij handschoenen, nu vraagt hij ook, papa, ga je trainen? Dus ik zeg maar ja, hij is wel 3, maar hij is wel heel slim. Dus, nou ja, we gaan het zien. Liever voetballen natuurlijk. Wanneer ben je begonnen met kickboksen? En gewoon echt wedstrijden? Ja, heel de grap. Ik heb altijd getraind, maar ik heb pas echt mijn eerste partij pas in het nieuweling gevochten. Dus ik heb nooit de jeugd gevochten. Omdat het kwam eigenlijk door omdat nooit iemand in mij geloofde. Met wat? Nooit iemand geloofde in mij dat ik überhaupt een wedstrijd kon winnen. Wie geloofde je dan niet? Mijn oude trainers, die geloofden niet in mij. Denk ja, wat ga jij doen? Dus ik heb nooit echt de kans gekregen om mezelf te kunnen bewijzen. Tot ik een vriend van mij heb ontmoet en die heeft me geholpen en die heeft een wedstrijd voor me geregeld. Toen heb ik mezelf gelijk eerst een wedstrijd bewezen, toen is het een beetje omgedraaid. Welke leeftijd was dat? 16 volgens mij. Wat is de tip dat je aan mij kan geven en ook aan de kijkers? Jou kan geven? Ik kan het juist andersom vragen. Wat jij aan me kan geven? Ja, een tip, blijf geloven in jezelf. Kijk bijvoorbeeld, ik heb een grote voorbeeld hier naast me. Op jouw leeftijd heb je heel wat bereikt in mijn ogen. En jij gelooft ook in jezelf. Als je jezelf gelooft en je gaat 80 keer neervallen, dan moet je maar 81 keer opstaan. Gewoon blijf in jezelf geloven en nooit opgeven, want dan ga je echt wel bereiken wat je wil. Dus horen jullie dat? Blijf in jezelf geloven. Wij zouden vandaag trainen, maar hij is geblesseerd en daarom kunnen we niet... Geblesseerd toch? Geblesseerd! Oh. Zouden we trainen, maar door zijn hand, hij is geblesseerd en hij gaat mij vandaag een training geven. Is toch goed? Wij zouden vandaag trainen, maar hij heeft een blessure bij zijn hand en hij gaat mij vandaag een training geven. Let's go. Let's go. Jij moet Rico verstaan. Oké, trek. 1. Binnen 1 minuut, hè. Meer. Langer maken. Terug. Meer. Terug? Ja. Dus probeer hier. Probeer hier naar te komen met je handvat. Juist. Zie je, dan ga je rustig even eens hoger. Never let them tell you you can't do it. Hard times, but you're gonna get through it. I promise you, cause I've been there. Got up and I put my mind to it. They told me no, but I told them yes. And I used to feel all alone, so depressed. But I fought back, now I smile again. If I ever fail, I'ma just try again. And I felt pain that I thought it'd never end. But I prayed long and I played my cards. Then the stars aligned, cause I worked hard. Then God went and threw me a curveball. I still swear. Oh. Geef eens even die opstap, hè? Ja. Weet je wat je doet? Je mist heel veel kracht. Je leunt op je... Kijk, nu ben je jong, je gaat geen last krijgen. Maar je leunt te veel op je onderrug. Je gaat... Probeer... Ja, dat voelt hier. Je gaat heel veel last daar. Kijk, probeer echt... Die schouder erin. Boom. Kijk, je leunt weer naar achter met je rug. Goed dan. Dit. Goed. Ja, probeer eens gesluisrecht. Goed, kom eens. Ja, span eens je buik aan en buk een beetje. Dus niet, buk een beetje, ja. Beter. Zo voor een paar jaar gaan we tegen elkaar vechten. Of denk je dat je me nu aan kan? Kan je nu aan? Ik durf wel, hè, niet met mijn hand. Ik ga niet met je vechten. Als je hand genezen is, ga ik je echt aanpakken. Je hebt me vandaag aangepakt, ga je volgende keer aanpakken. Oké, deal. Deal.
Niet hard. Ah! Hoi allemaal, dit was mijn eerste vlog met Tariq. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als jullie het leuk vonden, like en abonneer en laat een reactie achter. Doei! Ook als jullie het niet leuk vinden, gaan jullie maar abonneren en liken en een reactie achter. Dus doei!